Nou, dan ga ik beginnen met het voorlezen van het klein boekje Hoop van Joost van der Ley. Met welke wonderen mag je rekening houden, is de ondertitel. Mag je hopen op wonderen? Er is één vraag die mij met zeer grote regelmaat gesteld wordt en ik vind het een heel vreemde vraag. Bijna dagelijks krijg ik van mensen telefoontjes en e-mailtjes met de vraag: denk je dat je me kunt helpen? Het antwoord is ja. Niet dat ik van tevoren kan garanderen dat een oplossing nabij is, maar op zijn minst vind ik dat je de hoop moet houden dat er een oplossing voor je is en dat er iemand is die je kan helpen die oplossing te vinden. Van zoveel mensen is het voorstellingsvermogen zo weinig ontwikkeld. Voor die mensen heb ik dit boekje geschreven. Het is een klein boekje vol hoop. Een klein boekje met heel veel voorstellingsvermogen. Een boekje met een overzicht van alle wonderbaarlijke veranderingen die ik in mijn leven heb gezien en meegemaakt. Het doel van deze verzameling hoopvolle gebeurtenissen is om mensen te helpen in hun belevingswereld de mogelijkheid te openen om het op een gegeven moment weer beter te laten gaan. Want de ervaring leert dat dingen op een gegeven moment weer beter gaan zodra je in staat bent je focus te verleggen van wat er misgaat in je leven naar wat goed gaat. Wanneer je je focust op wat goed gaat in je leven en je leert te ontdekken wat je kunt doen opdat het ietsje beter gaat, dan heb je een mechanisme ontdekt waarmee je je leven in een opwaartse spiraal kunt brengen en dag in, dag uit je meer en meer plezier in het leven kunt krijgen. Want als je ontdekt hoe je bij wijze van spreken van 11% geluk naar 12% geluk kunt komen, wanneer je ontdekt hoe je van 9% goed voelen naar 10% goed voelen kunt gaan, of van 13% ontspanning naar 14% ontspanning, dan is de volgende stap net zo eenvoudig. Van 10 naar 11 is net zo'n kleine stap als van 11 naar 12 en van 12 naar 13. Maar stel je eens voor wat er zou gebeuren als je leven elke dag 1% beter wordt. Of zelfs maar 0,1%. Waar het om gaat is dat je bij jezelf ontdekt dat je meer grip op je eigen wonderen hebt dan dat je voor mogelijk hield. En dat het enige wat je tegenhoudt je eigen verbeeldingskracht is. Dat is nu precies waar dit kleine boekje hoop voor is. Om je te helpen meer en meer verbeeldingskracht te gaan gebruiken, zodat je als het ware automatisch een beter leven krijgt. Voor wie is er hoop? Een man heeft met iedereen ruzie. Nou ja, iedereen op één na. Stel je eens voor dat je met iedereen ruzie hebt. Wat een eenzaamheid moet dat zijn. Hij ziet natuurlijk niet veel mensen. Nu zou je denken dat wanneer hij een nieuw iemand leert kennen, dat hij dan bij zichzelf te raden gaat en geen ruzie maakt. Maar nee hoor, je kunt er de klok op gelijk zetten. Elke keer eindigt het in ruzie. En het domme is dat hij vooral ruzie maakt met zijn nieuwe binnenkort ex-vriendin. Je zou denken, gegeven dat het al niet zo makkelijk is om een goede partner in deze wereld te vinden, mag je als junkie, want dat is hij, je handen dichtknijpen als je al iemand ontmoet die jou leuk lijkt te vinden. Niet iemand met wie je zo snel mogelijk ruzie moet maken, dunkt mij. Op elk dieptepunt heeft hij geen vriendin, geen baan en geen geld. Maar daar staat wel tegenover, namelijk schulden en bedreigingen in het criminele circuit en geen huis. Omdat hij geen baan kan vinden waar hij geen ruzie maakt en binnen de kortste keren ontslagen wordt, kan hij ook niet uit de schulden komen. Gelukkig maar dat hij, als het echt slecht gaat, denkt dat hij een superspion is die voor de geheime dienst de internationale drugsmafia infiltreert. Dat is ook een manier om je drugsgebruik te rechtvaardigen. Voor hem heeft het leven geen zin. Behalve dan om die ene dochter die hij heeft.
Hij wil het zijn dochter niet aandoen om zelfmoord te plegen. Dus is hij begonnen zijn leven op te pakken door te focussen op datgene wat hij nog wel kan. Wat nog wel goed gaat en waar hij verder op kan bouwen, zijn vermogen te incasseren en door te gaan. Hij heeft zichzelf naar de sociale dienst gesleept, hij heeft een kamertje gekregen en hij heeft werk gevonden als vuilnisman. Hij heeft nog steeds geen vrienden, maar dat geeft niet, want hij heeft zijn dochter. Wat er om hem heen gebeurt, interesseert hem nog steeds niet. Hij gaat volledig onverschillig door het leven. En zo nu en dan is er een terugval, maar keer op keer gaat het ook weer beter. Naarmate hij dit leven volhield, door elke dag te merken dat het leven ietsiepietsie beter ging, door een dak boven je hoofd te hebben, door een inkomentje te verdienen, door dat ene kleine beetje beter, heeft hij weer hoop gekregen dat het toch nog goed kan komen. Met hem. Daardoor heeft hij weer ambitie gekregen om iets van zijn leven te maken. En is hij stap voor stap uit een diep dal gekomen. Nu wil hij zelfs zijn rijbewijs halen, zodat hij niet meer achter op de vuilniswagen staat te werken, maar zelf voorin met de vuilniswagen kan rijden. Er is niks mis met een vuilnisman. Het is een echt en eerlijk beroep. Ergens in Nederland wordt nu de vuilnis opgehaald door een man van wie iedereen op zijn dieptepunt dacht, dat wordt nooit meer iets. Maar of het nu toeval is of niet, in zijn geval is het toch nog wat geworden. Voor bijna alle mensen in Nederland geldt dat zij op hun diepste dieptepunt het nog altijd stukken beter hebben dan hij op zijn diepste dieptepunt. En dat de kans dat het met hen beter gaat aanzienlijk groter is dan de kans die hij had. Toch is het ervan gekomen. Hoeveel mensen ken jij die wanhopig, hopeloos en onverschillig in het leven staan? Ik had een cliënt wiens leven behoorlijk wanhopig leek. Hopeloos aan de drank en onverschillig over zijn toekomst. Wat kon het hem allemaal schelen? Hij had geen baan en geen huis. Wat was er nou mooier dan de hele dag bier zuipen en blowen? Nu werkt hij alweer tijden als manager bij een IT-bedrijf. Als je het niet in je hebt om vuilnisman te worden, kun je altijd nog in de automatisering aan de slag. Beide echter zijn nu beter af dan eerst. Beide zijn vanuit het gevoel van onverschilligheid gewoon maar aan de slag gegaan. Als het allemaal niets meer uitmaakt, dan kun je net zo goed iets gaan doen. Het maakt immers toch allemaal niets uit. Het begon met werk. Uiteraard, zul je zeggen. Als het er allemaal niet meer toe doet, waarom zou je dan niet beginnen met wat meer geld te verdienen? De een wordt vuilnisman, de ander manager. Niet meteen banen waar ik persoonlijk jaloers op zou worden. Maar je ziet dat ze trots zijn op hun werk. Dat ze zichzelf meer waard gaan vinden. Nogal logisch, ze verdienen nu ook meer. Het belangrijkste is echter dat ze weer hoop hebben voor de toekomst. Hoop heeft niet meer de goede naam van weleer. Dat zou toch anders moeten zijn. Hoop verdient een plaats in iemands ogen, eerlijk en oprecht. Als een belofte van kracht in de toekomst die het hart doet ontbranden in een vuur van passie voor het leven. De mogelijkheid om verder te gaan, om na de nacht 's ochtends weer vroeg op te staan. Voor iemand met hoop is het leven makkelijk en aangenaam. Je voelt de sfeer in een kamer veranderen als iemand met hoop binnenkomt. Het is besmettelijk. Voor je het weet, heb jij het ook. Je voelt je beter, blijer en behulpzamer. Als jij dan je ogen opent, kijk je misschien tegen een nieuwe wereld aan. Een wereld die jij gemaakt hebt. Een wereld die jou gemaakt heeft. Dit boekje vertelt het verhaal van hoop. Het is een opsomming van alles dat mogelijk is gebleken bij mensen. Verbazingwekkend mogelijk. Het zijn zowel de goede verhalen als ook de heel goede verhalen. Maar alleen verhalen van gewone mensen zoals jij en ik, die met kleine, eenvoudige trucs het leven prettiger maken.
zodat we als een goochelaar ons eigen konijn uit onze eigen hoge hoed toveren. Als een baron van Münchhausen die zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras trekt. Het is gezond om te denken dat het echt mogelijk is. Het verhaal van hoop begint nergens en het eindigt nergens. Als je hoop hebt, dan is het als de vlam van een kaars. Hoeveel andere kaarsen je er ook mee aansteekt, de vlam wordt nooit kleiner. Het is sowieso beter om hoop te hebben, want als je het hebt, kun je daarna het door aan een ander geven. Pas echter wel goed op. Sommige mensen zijn bang voor hoop. Ze zijn bang dat het valse hoop is. Dat zij hoop krijgen, maar vervolgens teleurgesteld raken. Teleurstelling vereist een echte adequate planning. Je moet immers weten wanneer het tijd is om teleurgesteld te raken. Stel, je hebt de hoop dat iets in je leven beter wordt, maar na 2 weken lukt het nog niet en raak je teleurgesteld. Kennelijk had je jezelf 2 weken de tijd gegeven. Als er niet binnen 2 weken verbetering was, dan was dat het moment daar om teleurgesteld te raken. Maar zo werkt het niet. Als je niet teleurgesteld wilt worden, zorg er dan voor dat je geen teleurstelling plant. Voordat we met hoop aan de slag gaan, is het goed om te weten hoe hoop neurologisch werkt. Want of je het nu leuk vindt of niet, bij mensen zijn een soort organische biocomputer op pootjes die wat door de wereld scharrelt. Alleen door beter te begrijpen hoe het belangrijkste onderdeel van deze scharrelaar werkt, namelijk het brein, ben je in staat om daadwerkelijk actie te ondernemen om je eigen belevingswereld te verbeteren. Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat we ons voornamelijk bewust lijken te zijn, maar voor het overgrote deel onbewust handelen. Wanneer je 's avonds op de bank zit en je krijgt zin in een glaasje melk, dan lijkt het alsof je bedenkt dat je melk wilt en daarna opstaat en naar de keuken loopt. Feitelijk gebeurt het precies andersom. Een breinproces in je onbewustzijn heeft de afweging gemaakt dat het tijd voor melk is en zet je lichaam in beweging. Je bewustzijn merkt dit en is bang dat hij voor Jan met de korte achternaam aan de zijkant lijdzaam moet toezien hoe het lichaam maar van alles doet. Om deze schade te voorkomen grijpt het bewustzijn in en verzint achteraf een verhaaltje om het ogenschijnlijk spontane gedrag achteraf goed te praten. Het is helemaal niet zo dat het alleen maar allemaal maar uit het onbewustzijn komt. Nee hoor, ik ben het die nu melk wil en ik loop nu naar de keuken om melk te halen. Nu is er altijd een grote discussie over wat bewustzijn is en wat het onbewustzijn is. Sterker nog, onbewustzijn is niet eens een goed Nederlands woord. Hoe dom! Mijn definitie is heel eenvoudig. Het bewustzijn zijn die hersencellen die voor je bewustzijn zorgen. Het onbewustzijn zijn alle andere hersencellen. Het zogenaamde onderbewustzijn bestaat niet. Het overgrote deel van wat je zoal in je leven doet, doe je onbewust. Zelfs processen waar de meeste mensen van denken dat ze bewust zijn, blijken bij nadere beschouwing geheel onbewust. Neem zoiets bewust als praten. Je zou toch denken dat praten een bewuste activiteit is, maar niets is minder waar. De zinnen die je zegt worden geheel onbewust gevormd zonder daar bewust over na te denken. Hetzelfde geldt voor het begrijpen van zinnen. Je begreep de vorige zin meteen, zonder daar nog een bewuste reflectie over te hebben. Hoeveel is 5 keer 7? Het antwoord komt meteen. Hoeveel is 5 plus 7? Waarschijnlijk kwam dat antwoord ook snel, maar voor de meeste mensen duurt optellen een fractie langer. Dat komt omdat optellen een bewust proces is en vermenigvuldigen een onbewust proces. Allemaal dankzij onze prachtige opvoeding op de lagere school. Nu we het toch over de lagere school hebben, ik weet zeker dat je onbewustzijn een moment terug kan halen uit je lagere schooltijd, waarin je voor het eerst aangenaam verrast werd.
dat je op een gegeven moment verdacht goed voelde. Ik weet niet wat voor moment er bij jou naar boven komt, maar welk moment het ook is, waarschijnlijk is het iets waar je in geen jaren aan gedacht hebt. Zo krachtig is het onbewustzijn. Ik hoop alleen wel dat er iets terugkwam uit je lagere schooltijd. Of het nu een gedachte was, een beeld van vroeger, de geur van de lagere school of een blij gevoel. De kans dat het een smaak van vroeger was, is heel klein. Want voor de meeste mensen is smaak heel onbewust. De wereld komt tot ons door de zintuigen. Alles wat wij van de wereld weten, wordt als zintuigelijke data in onze hersenen opgeslagen. Wat zag ik, hoorde ik, proefde ik, rook ik en voelde ik op dat moment? Dat is het patroon dat gebruikt wordt door onze hersencellen om vast te stellen wat we dachten, wat we herinnerden, wat we analyseerden, wat we ons inbeelden. Alle hersenfuncties gebruiken de zintuigelijke gegevens als referentie voor die functie, die actie, die wil, dat verlangen. Zintuigen zijn cellen die bepaalde informatie naar de hersenen sturen. De cellen in het netvlies van je oog sturen visuele data naar je hersenen. Het trommelvlies stuurt audiodata. Je tong proeft en je neus ruikt. Dan zijn er nog tal van cellen verspreid over je hele lichaam die gevoelsdata naar je hersenen sturen. Je huid, maar ook andere cellen kunnen gevoelens naar je hersenen sturen. Zo kan je maag niet goed aanvoelen of kan je juist je voet heel ontspannen aanvoelen. Ook emoties als verliefdheid, spanning of enthousiasme voel je met dit zintuig in je lichaam. Een van de belangrijkste functies van je brein zijn herinneringen. Je kunt je herinneren hoe iets eruit zag, hoe het klonk, rook, smaakte of voelde. Of je kunt je juist verbeelden hoe iets eruit zou zien, of hoe het zou klinken, ruiken, smaken of voelen. Daarnaast zullen we later zien dat ook andere, abstractere functies, zoals overlevingsdrang of motivatie, gebruik maken van deze zintuigelijke gegevens. Hopelijk is duidelijk geworden dat de manier waarop de hersenen deze referenties hebben opgeslagen belangrijk is voor alle hersenfuncties. Toch is het niet zo dat iedereen alle zintuigelijke data die als referentie gebruikt wordt, zomaar kan terughalen. Voor sommige mensen is het makkelijker om plaatjes te maken, voor anderen is het eenvoudiger om te horen. En er zijn mensen die vooral goed voelen. Deze aanleg verschilt per persoon, zoals alles per persoon kan en zal verschillen. Belangrijk is dat je, als je goed bent in het een, juist veel aandacht moet besteden aan de andere zintuigelijke data. Als je goed bent in je te herinneren hoe bijvoorbeeld je vakantie eruit zag, train jezelf dan ook om terug te halen hoe je vakantie klonk. Wat waren de geluiden die je hoorde toen je iets specifiek zag? Wat voelde je toen? Misschien kun jij zelfs terughalen wat je rook en wat je proefde. Hetzelfde geldt natuurlijk ook als je een aanleg hebt voor een ander zintuig. Begin bij de zintuigelijke data die je het makkelijkst terughaalt, en leer dan de andere zintuigen erin te betrekken, zodat je een vollere en volledige ervaring krijgt van je vakantie. Op die manier bouw je werkelijk een rijk leven op. Een rijk leven heeft niets met geld te maken, maar met de vraag hoe rijk je innerlijke leven is. Hoe goed en gedetailleerd kun je de mooie momenten van je leven terughalen, herbeleven en uitvergroten? Van de zomer ben ik in Portugal langs een groot aantal schitterende pousadas getrokken. Een prachtig concept, zo'n pousada. Je neemt een monument en je maakt er een fantastisch hotel van, zodat de gasten zowel van luxe als cultuur kunnen genieten. Deze reis kreeg ik er 10 of meer voor de prijs van 1, omdat ik goed in staat ben om de hele reis weer in detail te herbeleven en ervan te genieten. Is het nu allemaal echt waar? Is dit de mens? Gelukkig niet.
Omdat we alleen onze subjectiviteit kennen, zullen we nooit weten of het echt zo is. Dat is maar goed ook. Veel belangrijker is het of iets bruikbaar is, of iets van praktisch nut, of iets effectief is. Wat maakt het uit of het echt waar is dat zwaartekracht bestaat? Zolang het idee dat zwaartekracht bestaat maar bruikbaar is in je leven. Als je aanneemt dat zwaartekracht bestaat, stap je met een gerust hart naar buiten, vol vertrouwen dat je op deze planeet blijft staan. Hetzelfde geldt voor het praktisch nut van het hebben van geld of de effectiviteit van beleefd zijn. Hetzelfde geldt ook voor dit klein boekje hoop. Of het echt klopt? Wie maalt erom? Om met Nietzsche te spreken, wat is waarheid? Nietzsche is dood overigens, maar dat terzijde. Het gaat er niet om het leven als een wetenschapper kapot te analyseren, maar juist om de hoop te vinden dat jouw leven een prachtiger bestaan wordt. Een lang, gezond en gelukkig leven. Dit boekje is geschreven voor hen die meer uit het leven willen halen. Elke zin is slechts een benadering van de werkelijkheid en deze dus ook. Vrede hebben met het gegeven dat dit echt niet klopt, maar wel werkt, dat is het geheim waarmee je de hoop echt maakt. Waar het om gaat, is de hoop te houden dat het leven een genot wordt om te beleven. Hoeveel plezier kun je aan in je leven? Hoeveel geluk? Hoe goed kun je je voelen? Maar wat vooral belangrijk is, wat ga je doen met alle tijd die je eerder verpestte met je slecht voelen? Ik weet niet of je je eerst op je eigen creativiteit of juist op de mensen om wie je geeft gaat richten, maar wat je ook doet, ik weet wel dat je er een rijker leven door krijgt. Maar dat is niet de bedoeling van dit boekje. Wat ik je wil meegeven is een overzicht van wat er allemaal mogelijk gebleken is op deze planeet, zodat je je voorstellingsvermogen over waar je op mag hopen vergroot. Mijn grote vriend J.R. Bob Dobbs zei altijd, te veel is altijd beter dan te weinig. Dit boekje is nog maar het topje van de ijsberg. Hoe meer je erachter komt wat er in deze wereld zoal mogelijk is, hoe meer je ontdekt wat je allemaal kunt. Dit boekje is een verslag van wonderen uit het verleden, zodat je je nu in het heden beter kunt voorstellen waar de grenzen vooral niet liggen. Opdat jij in de toekomst niet alleen jezelf verrast met ongelofelijke nieuwe avonturen, maar ook mij. Dit boekje is geschreven voor mensen die deze uitdaging willen aangaan. Voor hen die elke dag willen leren hoe ze zichzelf en de wereld vooruit kunnen helpen met raad en daad. Door zelf weer andere mensen te inspireren zichzelf te overtreffen. Waardoor iedereen met het hoopvirus besmet wordt en alle anderen besmet. Dat is wat ik hoop. Nu jullie nog. De reden dat dit een klein boekje is, komt omdat het heel eenvoudig is om hoop te hebben. Het is alsof je een knop omdraait. Het enige wat nodig is, is die knop vinden. Je kunt natuurlijk eerst het hele boekje lezen, maar het liefst zie ik dat jij meteen al gelukkiger wordt. Vandaar dat ik je meteen vertel waar je deze knop kunt vinden, namelijk in je voorstellingsvermogen. Stel je eens voor dat er in je hoofd een controlekamer is die alles wat je meemaakt regelt. Het enige wat je moet doen om je dit voor te stellen is je af te vragen, hoe zou de controlekamer in mijn hoofd eruit zien? Staan er monitoren in, schakelaars, knopjes? Wat zie ik allemaal als ik aan de controlekamer van mijn brein denk? Toen ik dit met mijn hypochondrische vader deed om zijn pijngrens te verhogen, zag hij de controlekamer meteen voor zich. Maar toen ik hem vroeg om op zoek te gaan naar de schakelaar waarmee je de pijngrens kon instellen, antwoordde hij, nee, die zit er niet in. Na een aantal malen benadrukt te hebben dat het slechts om een voorstelling, een gedachtenspinsel ging, die jij zelf in de hand had en waarbij je dus kon zien wat je wilde, begreep hij wat de bedoeling was en zag hij de schakelaar. Nadat hij met de schakelaar zijn pijngrens had verhoogd, is de hypochondrie een stuk minder geworden. Als jij rondkijkt in jouw controlekamer, dan zie je ergens knopje hoop. Zorg ervoor dat je dit knopje op aan hebt staan.
Dit kleine boekje hoop kun je ook zien als een routebeschrijving naar die knop. Het voorkomt niet dat er soms ellende in je leven gebeurt. Toch zorgt het ervoor dat je beter met de ellende die je meemaakt kunt omgaan, zodat je er minder onder lijdt. De weg naar betere tijden. Wat ik hoop dat je uit dit hoofdstuk meegekregen hebt, is dat hoop leeft. Ik weet niet of het nu heel goed met je gaat of niet, maar ik weet wel dat het vanaf nu beter en beter gaat voor slechts de rest van je leven. Want omdat je hoop hebt, kijk je op een andere manier naar de wereld. Hoe meer je vol hoop naar de wereld kijkt, hoe meer mogelijkheden je ziet. Hoop klinkt als goede muziek in je oren. Je raakt geïnspireerd en betrokken. Vanuit dat startpunt begin je je heel goed te voelen. Natuurlijk zullen er ook momenten zijn waarop het slecht gaat. Wat ik probeer mee te geven is dat je in jezelf een ongekend vermogen hebt om hier met gemak overheen te stappen en bij jezelf te denken, vandaag was een rotdag, maar morgen zal het wel weer beter gaan. Juist vasthouden aan hoop in het aangezicht van grotere ellende kenmerkt de kracht van de mens. Ten slotte rest mij te zeggen dat ik het allemaal niet zelf bedacht heb. In overgrote mate heb ik het de afgelopen jaren allemaal geleerd van Dr. Richard Bandler en John Laval in de Verenigde Staten. Ik ben hen zeer erkentelijk en raad iedereen dan ook aan om al hun boeken te lezen en als het kan ze ook zeker op te zoeken. Wat belangrijk is wanneer je dit boekje leest, is om je goed te realiseren dat lezen slechts een heel beperkte manier van communiceren is. Je hoort geen tonen, geen accenten, je ziet mijn grimassen en gekke bekken niet. Je hoort niet hoe mijn stem overdrijft en overslaat. Toch staat dit boekje vol met aanwijzingen. De technieken die beschreven worden laten je zien hoe je dit alles mogelijk maakt. Maar de technieken zijn niet zaligmakend. Als jij zelf een betere manier weet om hetzelfde effect te bereiken, dan heb je meer dan mijn zegen. Een goed voorbeeld was een oudere directeur van een middelgroot bedrijf uit het midden van het land, die ik de techniek om je goed te voelen om niets probeerde te leren. Hij begreep er niets van. En hij had ook zo'n attitude van, joh, ik ben al oud en wijs genoeg en wat kan zo'n broekje als jij me nou leren? Ik vroeg hem of hij misschien een andere manier had om zichzelf snel goed te voelen om niets. Hij vertelde mij dat hij zich in zo'n geval altijd een circus tent voorstelt met allemaal spiegels erin. En dat er dan een chagrijnige hond naar binnen loopt die dan schrikt van zijn eigen nare spiegelbeeld en angstig naar buiten rent. Daarna gaat er een vrolijke hond naar binnen en die ziet alleen maar andere vrolijke honden en voelt zich daardoor veilig en nog vrolijker. Elke keer als hij eraan dacht, voelde hij zichzelf goed. Niet geheel hetzelfde als mijn technieken, maar het effect was er zeker, want hij zat breed uit te lachen toen hij het verhaal vertelde. Dat is dus net zo goed. Het is slim om ervan uit te gaan dat je eigenlijk alles al in je hebt om een stralende toekomst tegemoet te gaan. Het enige waar we ons mee bezig zouden moeten houden is kijken hoe we dat er ook uit kunnen krijgen. Het liefst op korte termijn. Toen ik voor het eerst van mijn leven Richard Bandler hoorde spreken, was het eerste wat in mij opkwam, oh shit, dit had ik moeten weten toen ik 15 was. Dan waren er een hoop puberproblemen minder geweest. Ik wilde ontzettend graag alles in één keer helemaal goed doen. Maar hoe meer ik probeerde om het goed te doen, hoe minder er lukte. Hoe hard ik ook mijn best deed, er kwam maar weinig uit. 3 dagen duurde het voordat bij mij de knop omging. Op een gegeven moment, toen er weer eens een techniek slecht door mij uitgevoerd was, zei ik tegen mezelf, fuck it, ik ga net doen alsof ik het kan. Ik heb een nogal fantasierijke beleving. Anderen noemen dat ook wel creatief omgaan met de werkelijkheid. Toch pakte het erg goed uit. Vanaf het moment dat ik deed alsof ik het kon, hadden de technieken meteen effect. Sterker nog, nu ik slechts deed alsof ik het kon, werd de techniek zo eenvoudig dat ik erom moest lachen dat ik eerst nog zo moeilijk deed. Dat is ook een goede les.
De technieken in dit boekje werken allemaal onbewust. Wanneer je met hard werken probeert je best te doen om ze zo goed mogelijk uit te voeren, dan mislukken ze. Pas als je het op een simpele en eenvoudige manier laat gebeuren, zul je voelen dat de resultaten verbluffend zijn. Daarom spreek ik met jou af. Laten we doen alsof je alles met het grootste gemak kan. Vergeet daarbij niet dat het leren uit een boekje sowieso veel moeilijker is. En vergeet ook niet dat een groot deel van de rijkdom van communicatie wegvalt in een plat boekje. Focus je daarom alleen op het gemak waarmee jij net kunt doen alsof het allemaal werkt. Nou, volgende keer gaan we verder met de twee noodzakelijke voorwaarden voor een gelukkig leven. Tot de volgende keer!